Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik heb een gast vandaag in de studio. Nee, ik jok, hij is niet in de studio, hij is op de televisie in de studio. Hij heet Winston Adaba en het is geen onbekende in de Surinaamse samenleving. Winston is onlangs een aantal weken geweest in de Ivoorkust in het continent Afrika. Hij is namelijk daar naartoe gegaan om kennisoverdracht te doen over de Banamba-dans. Daar gaan we vandaag met hem een beetje over babbelen, om meer te weten te komen over zijn tocht. What made is a little cute time. Winston, welkom erbij. Dank u wel. Oké, ik neem niet aan dat jij een nadere introductie hoeft. Je staat sowieso bekend als... oorspronkelijk als danser, daarna ben je natuurlijk veel meer gaan doen, ook ondernemer. Je bent ook in de politiek een beetje actief geweest met de knipoog. Wat doe je tegenwoordig allemaal nog wel? Vooralsnog goedemorgen iedereen die kijkt. En mijn naam is Winston Adaba. Ik ben, ja, zoals je het aangaf, danser, ondernemer. Breed gezegd een jonge... Een jonge heer die bezig is. Hier en daar zo'n beetje. Het beste van het leven te maken. Goed zo. Zeker weten, zeker weten. Oké, hoe ben je in de Ivoorkust beland? Zo, het was zo. We hebben wij, ik zeg wij omdat het mijn dansschool is, deels. Dansschool Bero Oniro, waar ik medeoprichter ben. Hebben wij de kans gehad om naar... Eigenlijk was het Ghana, 2 jaar terug, ja. Om eigenlijk een soort van historische tour te bewandelen. En het werd afgelast vanwege COVID. Hebben we het toen, nadat COVID weer een beetje aan het verdwijnen is, zeg maar op normaliseren is, hebben we toen besloten om het weer op te pakken. En het was dit keertje Ivoorkust. Het was meer een tour, een historische tour, een werkbezoek tussen de organisatie Untold Empowerment, die in Nederland zit, en Be Your Own Hero en Charismatiek, die in Ivoorkust is. Dus we waren daar met werkbezoek, omtrent de uitwisseling, eveneens gelijk een historische tour. En, niet te vergeten, een dansworkshop gegeven aan de dansers daar. In de stijl Afro-Banamba. Okay. Dus zo is het allemaal aan toegegaan. Oké. En wat is Afro-Banamba? Afro-Banamba is, Banamba is een dans, een traditionele dans van de Okaners. Yeah. En Okaners, Saramakaners, zeg maar, Afro-Surinamers. En dat heb ik zo'n beetje gemixt met mijn dans-Afro-stijl, de Afro-Fusion. En dat heb ik aan ze aangeleerd. Oké. Okay. Het is als de dans waar we met onze heupen dansen. Dat is de Banamba. Ja, ja. Oké, okay, maar is het niet zo dat als je ver genoeg teruggaat in de geschiedenis of de oorsprong van onze Okaanse, Saramakaanse broeders en zusters, dat we niet eigenlijk precies ook weer in dat gebied belanden? Dus als je kijkt naar de dans die ze daar beoefenen en de dans die jij hebt ontwikkeld en een beetje gemoderniseerd en een beetje van jezelf erbij hebt gezet, dat het toch ook wel invloeden heeft of lijkt op wat er daar aan dansstijl uitgevoerd wordt? Ja, zeker. Het komt heel veel overeen, maar alleen hebben ze andere benamingen voor. Ik kan me niet meer heugen hoe ze de Awasa daar noemden, maar ze konden het. Ze konden het gewoon. Je zag gewoon dat het... Toen ik het aan ze aanleerde, gaven ze aan. Ze spraken met elkaar van, dit is dit. Snap je? Dus zo'n beetje ging het. Het kwam overeen. En natuurlijk ligt de oorsprong daar in Afrika. Maar hoe het eigenlijk genoemd wordt in de Afrikaanse taal, ben ik echt kwijt. Maar de Awasa is zoiets van een herkenning. Even teruggaan. Ik ben thuis. Ja, herkenning. Dit is hoe ze het thuis doen. Precies. Ja, oké. En hoe hebben ze gereageerd op de nieuwe stijl? Een beetje met de moderne invloeden en een beetje van jezelf en je eigen creativiteit erbij? Ja, dus ze vroegen zich af waar Suriname is en hoe het komt dat ze ongeveer hetzelfde dingen doen die wij doen. En ik heb ze toen uitgelegd, wij hebben ze toen uitgelegd hoe het
kwam dat wij in Suriname zijn beland. Onze voorouders, slavernij en dat Ja. soort dingen. Toen zeiden ze van, oh ja, zo smal, zo breed. Toen gingen we erop in en ze gingen los. Ze vonden het geweldig, ze Ja. vonden het echt wel. Oké. Dus eigenlijk heb je de historische toer omgekeerd en heb jij eens uitgelegd over de historie van eigenlijk mijn eigen gebied. Zo'n beetje samen met de mensen waarmee ik daar was Ja, hoor. alhoewel ik niet per se, heel eerlijk gezegd, moet ik me verontschuldigen daarvoor. Ik niet weet als onze voorouders uit de Ivoorkust komen. Ghana weet ik, maar Ivoorkust weet ik niet. Weet jij dat wel? Maar het is nog een beetje zoek waarom ik Ja, dat zeg, oké. is omdat de voorouders van ons niet uit één plek gegijzeld, zeg ik Ja. maar, werden of omgekocht werden. Ze kwamen uit verschillende gebieden en Ivoorkust was niet echt een slavenstad. Het was meer een boerenpassie. Waar Ja. ze van de gebieden, dus dwars in Ivoorkust eigenlijk, moesten lopen. Ze kregen daar een badje en vervolgens gingen ze naar de slavenmarkt. En daar werden ze, zeg maar, Verscheept. verkocht Ja. en verscheept, verder Ja. verscheept. Oké. Dus zo is dat ding gebeurd. Ja. Oké, maar wat was jullie doel daar, behalve het een aanleren of workshops verzorgen in de dansstijl? Want je hebt een paar Ja, partners genoemd waarmee je samen hebt gewerkt. Wat was in principe het doel van de trip? dus Untold Empowerment is een Afro-organisatie, Afrikaanse culturele organisatie in Nederland. En hun zijn er voor talentontwikkeling, verbreden van de kennis van de Blakamangs. En in dat kader hebben we toen zijn we een samenwerking aangegaan. Ja, sinds 2017 dat we Suriname vertegenwoordigen in Nederland. En hun gaan door natuurlijk. Ze willen alle gebieden tegemoetkomen of zeg maar bereiken. Ja, de En het diaspora was gebieden de heb je het over dan nu. precies, Ja, oké. precies. En in dat kader zijn we geweest voor een werkbezoek. We hebben een uitwisseling in november in Amsterdam. Dus we zijn toen geweest om met ze te onderhandelen, te kijken hoe of wat nog meer geregeld moet worden, kan worden. En tegelijkertijd gelijk die workshop gegeven, zodat ze ook weten wat wij hebben en wat wij te bieden hebben en wat wij doen. Ja. Dus als alles natuurlijk goed gaat, natuurlijk qua financieel, organisatorisch gedeelte, dan zijn we in november daar met de groep Surinaamse jongeren ook. Ja, oké. Dus dat is onderdeel van de follow-up van de samenwerking. Yes, Is het zeker. een culturele uitwisseling waarover we praten? Ja, het Ja, is de ja. African Diaspora Performing Arts Festival, die Oké. elk jaar gehouden wordt in Oké. Nederland. In Nederland. Yes. Oké, very nice. Dus iedereen gaat naar Nederland toe, omdat het festival daar Klopt. wordt gehouden. Klopt. Ja, oké. Ja, het is misschien een beetje raar om te vragen, maar is het toch een beetje in het kader van ons kolonieverleden? Dat Nederland ook kijkt naar in welke gebieden ze toen slavernij hebben opgezet, om het maar zo te zeggen. Is het in dat Nou, kader dat jullie samengebracht worden? dat zou ik niet weten Mm-hmm. waarom ik dat zeg. Omdat de mensen die achter de organisatie van Untold zitten, het is hun eigenlijk, hun idee, Ja. natuurlijk wat ik geweldig vind. Het is hun kracht die ze inzetten om ons bij elkaar te brengen. Om het feit, om onszelf door te ontwikkelen door middel van art. En niet te vergeten, onze slaven, verleden, historie, mogen we niet vergeten. We Ja. moeten weten van waar we vandaan komen. En we moeten het koesteren dat we er zijn. Ja, sowieso. Hoe ziet de Ja. toekomstige samenwerking eruit met niet alleen maar het platform in Nederland, maar ook gewoon andere delen van de wereld en zeg maar de relatie met Suriname? Om eerlijk te zijn, heb ik een goed gevoel. Het ziet er rooskleurig uit. Omdat we nu meer dan ooit erkend worden in de zin van ze kennen ons, ze weten allemaal bij waar Suriname ligt, wat we doen. Natuurlijk door middel van de activiteiten die we doen, de Ja. video's en de documentaires, alles zo'n beetje. Ik heb het over de positieve dingen die naar buiten gaan.
Ja, en ja, dus ik denk wel dat het lukt, want nu hebben we al uitwisselings gehad sinds 2017. Elk jaar behalve 2020 vanwege COVID. En daar leren we steeds weer nieuwe organisaties kennen. Andere landen zijn er. Dus zo doen we de uitwisseling meestal. Ja, oké, very nice. Suriname zal blijven participeren aan het festival, neem ik aan. Dit jaar Tot november nu ga toe je er weer wel. naartoe. Oké, heel mooi. Tot nu Oké, toe wel. very nice. Oké, Yes. dus hoe meer we Suriname naar buiten kunnen laten treden en hoe meer we mensen kunnen laten weten dat we er zijn, hoe beter natuurlijk voor de ontwikkeling van ons hier op vele gebieden, Zeker. hopelijk niet alleen cultureel. Zeker weten. Oké. Daarvoor zijn we er ook. Ja. Om Suriname natuurlijk positief uit te Uit te dragen. lichten, Van inderdaad. dans. Oké, Winston, dankjewel. Hou ons op de hoogte van de activiteiten, zou ik zeggen. En succes met het traject. Dank u wel, mevrouw Dette. Ja? En gauw, tot gauw, zou ik zeggen. Afgesproken. Deal. Voor Afgesproken. november in ieder geval. Ja? Zeker. Als u me Oké. al tijdig meldt, ben ik in uw huiskamer. Is goed. Prima. Thank you, Winston. Bye-bye. Bye-bye. Dat was het gesprek met Winston Adaba, die een uitwisselingsproject is gestart met de Ivoorkust. Niet alleen maar met de Ivoorkust, maar ook met andere landen waar Suriname hun diaspora ligt. Dit is natuurlijk wel door middel van de Hub in Nederland en het festival waar Winston ook met zijn organisaties, collega's en vrienden naartoe zal gaan om Suriname ook weer positief uit te dragen dit jaar november. We kijken er dus naar uit. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.